Wij hebben afgelopen zaterdag rond 11 uur een melding gekregen dat hier een meneer in het water zou drijven. Toen mijn collega's ter plaatse kwamen, trof die meneer inderdaad aan. Hij bleek helaas al te zijn overleden. Oké, in die meneer, hoe is die aangetroffen? Op wat voor manier? Die meneer die lag in het water. We hebben later zijn scootmobiel ook aangetroffen in het water. Hij was overleden. Oké, en de locatie nu eerst met onderzoek. Wat is de reden daarachter? We doen altijd onderzoek naar de toedracht als iemand overlijdt en het is ons niet meteen duidelijk wat er nu gebeurd is. Dat gaat nu dieper als gebruikelijk. Vaak ligt het iets meer aan de oppervlakte wat er gebeurd is. En we hebben hier een aantal indicaties dat het noodzakelijk maakt om verder te kijken. Okay. We gaan dus nu met het landelijk team onder waterzoekingen gaan we aan het werk om te kijken of er nog dingen onder het wateroppervlak liggen die klaarheid kunnen brengen in dit onderzoek. Okay. Is bekend waar de man daarvoor in de omgeving, wat heeft hij gedaan? Dat weten we nog niet precies. We hebben wel een indicatie dat hij in Hoorn kan zijn geweest in het uitgangscentrum. En daarna is hij ook halverwege de nacht gesignaleerd in Wochnum, in het dorp. Okay. En we roepen met name getuigen op om dat bij ons te melden. Het is natuurlijk een opvallende verschijning, een meneer in een scootmobiel van 26. Mogelijk was hij in een gezelschap van andere personen en ook dat horen we graag.